Deze video wordt u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen. Daan Lichtenberg, jouw eerste basisplaats vandaag bij het eerste elftal. Hoe heb jij deze oefenwedstrijd ervaren? Het was een mooie wedstrijd. Donderdag bij de training kon ik het eigenlijk wel een beetje al zien. Toen had ik met me over gehad van misschien speel je wel. Nou, dat was vandaag uitgekomen en ik voel me wel daar blij mee. Hoeveel tegenstand heb jij vandaag gehad van RKHVV? Ik vond het wel wennen. Ze zijn natuurlijk wel iets fysiek sterker dan mij. Maar de eerste helft ging wel goed. Had ik die spits wel. In de tweede helft kwam er iets grotere spits erin. Dan moest ik even kijken hoe ik dat moest oplossen. Maar ging voor mijn gevoel had ik het wel goed opgepakt. Ja, je bent toegevoegd aan de eerste selectie met de trainingen ook. Gefeliciteerd. Betekent dit nog wel dat je de wedstrijden bij A1 gaat voetballen of wat is de bedoeling? Ik heb gesprek gehad met de TC over dat ik in de winterstop over zou gaan. En wedstrijden zoveel mogelijk voetballen bij onder 23 en misschien bij tweede. En misschien ook al bij A1, daar heb ik nog niet over gehad. Maar ik hoop zoveel mogelijk hier bij het eerste natuurlijk, maar we gaan het zien hoe het gaat. Ja, tijdens de bekerwedstrijd bij AZSV 2 en vorige week bij WKE Emmen ben je ingebracht als rechtsback. Vandaag stond je centraal. Op welke positie speel jij het liefst en waarom speel je daar het liefst? Ik speel het liefst centraal achterin. Ik voetbal daar eigenlijk sinds ik voetbal al. En ik speel daar het liefst een spelletje voor je. Je hebt rechtsback is toch ook met opkomen en je in de laatste lijn in de gaten houden. En nu kijken ze meer naar ons toe. Ik vind het fijner om centraal achterin te spelen. Wat zijn jouw eigen kwaliteiten? Ik ben wel redelijk snel. Ik heb een goede trap. En duels hou ik wel van. Vooral slidings vind ik wel mooi. En waar zou jij jezelf nog in willen verbeteren? Vooral tijdens de trainingen? Vooral ook wendbaarheid. Iets sneller kunnen draaien. Linkerbeen nog wel. En koppen. Koppen, ja. Dankjewel voor dit interview en heel veel succes gewenst. Dankjewel. Deze video werd u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen.